Vorige week zagen we hoe Sanne in Twente samen met Patricia van My Next Home op pad ging om de omgeving van Markelo beter te leren kennen. Ze nam daarbij ook een kijkje bij hun nieuwste project, de Mooi Twente Lodges. Arno wil er meer over weten. En vooral over de My Next Home organisatie zelf. Patricia, Julianne, het erg leuk daar in Twente met Sanne. Waar ben je overal geweest? Nou, we zijn uiteraard bij het project Mooi Twente Lodges geweest. En we hebben een beetje rondgetoerd. We zijn naar het landgoed De Twickel geweest. Ja, nog veel meer, hè? Maar dat gaan wij zo meteen zien in het tweede deel. Maar hoe is My Next Home nou eigenlijk ontstaan en wanneer? Ja, My Next Home bestaat al 16 jaar. En eigenlijk is het ontstaan omdat Jeroen van der Werf, die had een touroperator. Hij verhuurde vakantiewoningen in de Franse Alpen. En dat waren woningen die onder andere Maarten van der Werf had gebouwd. En ik ben er toen eigenlijk heel snel bij die touroperator gekomen om vooral ook de verhuur en de administratie, de huurafrekeningen te doen voor de eigenaren. En in welke landen zijn jullie tegenwoordig actief? Noem ze eens op. Oostenrijk is onze basis geworden. Vanuit daar zijn we op zoek gegaan naar andere projecten. Duitsland is toegevoegd, Zwitserland, Bonaire en nu Nederland. Jullie gaan bouwen met het bouwbedrijf Haafkes in Twente, maar de link is er ook met Bonaire, heb ik zelf gezien. Ja, Haafkes is een familiebedrijf. Ronald Haafkes die beheert het bouwbedrijf op Bonaire. En Werner Haafkes doet dat eigenlijk vanuit Nederland. Twee broers. Ja, twee broers. En zo zijn we dus ook in Nederland terechtgekomen. Over de grens hebben jullie ook twee prachtige projecten gerealiseerd in Winterberg. En dat heeft een bepaalde uitstraling. Heel erg luxe. Is dat ook het idee? Ja, dat is eigenlijk bij al onze projecten zo. Luxe, mooie wellness, maar ook kleinschaligheid en een beetje boutique-stijlachtig. Ja, mooie vakantiewoningen. En hoe ontstaat nou eigenlijk een project? Waar begint het? Hoe bedenk je zoiets? Nou, we gaan eerst kijken van wat wil de vakantiegast? Wat willen de mensen doen als ze op vakantie zijn? Wat voor look en feel heb je nodig voor je huis? Nou, dat is dus inderdaad wat we net al zeiden. Vooral veel luxe, wellness. En het moet kleinschalig zijn. Dus jullie doen dat altijd met het oog op een bepaalde doelgroep, toch? Ja, ons concept is zo dat alle projecten hebben een recreatieve bestemming. Dus dat betekent dat het is goed voor de verhuur, want het moet verhuurd worden. Maar je hebt overal ruime eigen gebruiksmogelijkheden. Dus het is niet alleen goed voor de mensen die het willen huren, maar vooral ook voor de eigenaar van de vakantiewoning. Ja. Toch? Nou, meer informatie over al die projecten kun je terugvinden op onze site rtl.nl/wayofliving. En dan even de vraag, Patricia. Jullie hebben nog meer gedaan in Twente. Daarvan gaan wij zo meteen deel 2 zien. Waar ben je geweest? Wij zijn naar het pittoreske stadje Delden geweest. En we zijn ook naar een wijngaard geweest. En daar hebben we nog even gepicknickt. Gepicknickt met een glaasje wijn, toch? Ja. Oké, nou, dan gaan we daar nu naar kijken. Delden is een klein, sfeervol plaatsje in Overijssel dat onderdeel uitmaakt van de gemeente Hof van Twente. Het heeft een klein, pittoresk centrum dat vol staat met prachtige historische panden en monumenten als het posthuis, de rentmeesterij en de stadspomp uit 1894. Even handjes wassen. En verder kan je er opvallend heerlijk winkelen. Wat ik wel echt leuk vind is dat het niet alleen maar van die souvenirswinkeltjes zijn, maar dit is gewoon echt een mooie boutique. Ja, dit is zo leuk, al die streekproducten. Moet je kijken hoe... Allemaal biertjes. Hoeveel biertjes, joh. Vrouwenholle likeur. Ik vind het wel echt een heel leuk stadje hier, Delden. Veel modezaken, boutiques, antiquaires, interieurzaken en ik zie heel veel restaurants. Ja, en er zijn heel veel leuke terrasjes, dus ik vind het eigenlijk wel tijd om daar even naartoe te gaan. Wij snappen elkaar. Ja. Ik vind het wel heel leuk om te zien dat jullie in de wintersportgebieden natuurlijk heel actief zijn. Maar je kan ook duiken en snorkelen in de Caribbean bij My Next Home. En dan hier gewoon in Nederland, in Twente, lekker fietsen, wandelen en een biertje drinken. En een mooie natuur natuurlijk. Hey, Twentse bierbrouwerij? Ja. Ik wist niet dat ze het hier ook konden doen. Ja, ik kan je sterker vertellen, er zijn hier ook wijngaarden. Serieus? Ja. Dan ga ik je straks nog even laten zien. Ja, nou, dan sluiten we straks gewoon af met een wijntje, toch? Proost. Wijngaard Hof van Twente. Wat leuk dit. Dit vind ik echt een super afsluiting van de dag. Proost op deze fantastische dag. En ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik een beetje verliefd geworden ben hier op de regio in Twente. En ik ben ontzettend benieuwd hoe jullie project er straks uit komt te zien. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ja, maar kom terug, heeft Werner beloofd. Zeker. Wil jij meer informatie over dit project van My Next Home? Ga dan eventjes naar onze website rtl.nl/wayofliving.
Proost. Van deze Bourgondische way of living in Twente reizen we snel af naar een totaal andere way of living, die van het leven in een tweede huis op wielen.